Vandaag 26 mei. Vanmiddag weer even een tochtje maken met het bootje. Derde paasdag heb ik een nieuwe peddel gekocht. En vanmiddag, oftewel nu, ga ik eerst deze steuntjes er even afhalen. Want die zitten met het roeien toch een beetje in de weg. Ik ben er weer klaar voor. Vaar je vanmiddag mee? De 12e keer met eigen bootje het water op. En nu het water in. Het tochtje van vandaag. Vandaag 26 mei 2018. De eerste keer van dit jaar dat ik weer vaar met het bootje. In totaal de 12e keer met dit bootje. Varen met het eigen bootje. En we doen dit deze dag. We doen vandaag, deze zaterdag de 26e. Doen we een rondje Harlingen. Het is weer heel leuk om mee te beginnen. En dan de volgende keer. Dan ga ik wel weer even naar een andere plaats. Maar vandaag een rondje Harlingen. Vaart u mee? Hier voor is het bijzonder. Dan varen we zometeen over het aquaduct. Oftewel, we varen boven de auto's langs. En de brug zit er nou wel in. De brug is tegenwoordig voor het langzame verkeer en het fietsverkeer. En het snelle verkeer dat gaat door het aquaduct. Dus nou, begin dit jaar gereeld geworden. De nieuwe verdiepte N31. En de brug is nu even open voor die boot die u in de verte ziet. En het is prachtig weer. Eigenlijk al sinds eind april het is het al prachtig weer. Wat natuurlijk ook betekent dat er meer bootjes op het water zijn. Zeilbootjes, motorbootjes. Er is nu van alles op het water. Wat heb je met dit mooie weer dan? En aan de linkerzijde ziet u dat er boothuizen worden gebouwd. Boothuizen aan de kanaalweg. En als ik het zo zie, dan schiet het wel mooi op voor die boothuizen. Dus voor de rijke mensen die een bootje hebben, die kunnen daar straks een boothuis kopen of boothuis huren. Het kan allemaal. En dan zijn we met de industriebrug. De brug waar ik toch echt even moet bukken. Hij is niet hoog hoor, hij is niet hoog. Het kan allemaal precies. U hoort de auto's eroverheen rijden. Maar het is weer gelukt, hè. Even goed bukken en we zijn er onderdoor. We varen nu langs de Trebelbuurt. Links van ons is de Trebelbuurt. Precies voor ons is Trebel. En rechts van Trebel, het Witte Huis, daar woont de Weerman. Voor onze plek waar normaal gesproken een singelbrug ligt. Tenminste, als ik me niet vergis, is het de singelbrug. Die wordt op dit moment gerestaureerd. En als ik me goed heb vernomen, wordt die binnenkort weer teruggeplaatst. En nou ja, zoals je ziet, hartelijk een hele mooie omgeving. Woonboten, gewone boten, plezier achter. En natuurlijk aan de linkerzijde de Engelse tuin. En hier aan de rechterzijde, nou een beetje voor, ik val aan de rechterzijde van het filmpje, ziet u het appartementencomplex Casa Cara. Ooit heel lang geleden, zat Radiostad Harlingen daarin, waar ik vrijwilliger ben. Ja, van Harlingen. En daarna komt nu het Tsjerk Hiddensluizen. Waar we zo meteen bij langs varen. Voor onze Tsjerk Hiddensluizen. Wij slaan hier rechtsaf. Wij gaan richting woonzorgcentrum Almenen. En daar in de buurt sla ik even af en dan ga ik weer richting het centrum. Hier aan de rechterzijde hebben we dan het wooncentrum Almenen. Een stukje sloepenroute.
althans in die, gaat richting Middelmalaan en dan gaat hij weer terug richting wat is het? Richting Vraneker End, ja zoiets. In ieder geval gaan we nu in ieder geval richting de Middelmalaan. De sloepenroute. We zijn nu trouwens ter hoogte van het rode dorp. Rex is het rode dorp. En even denken, de straat aan de rechterkant is de Rietstraat. Een straat van het rode dorp. Onder de Oosterbrug door. Die is nog niet zo heel lang geleden is die ook gerestaureerd. En dan varen we nu onder de deur. En ook in de verte weer een bootje. Het is prachtig weer, die diverse bootjes. Aan de linkerzijde trouwens van kleine pokertjes. Die hoort ze misschien piepen. Voor ons ziet het station. En zo te zien is er ook wat te beleven. Een bedstrijd of zo. Links van mij een sonar boot. Kan wel een wedstrijdje zijn. Ik weet niet of het te beleven is. Onderop installatie erbij. 1, 2, 8. Wat voor wedstrijd is? Oh, de wedstrijdje is Rikker. Dat hebben ze ook wat met de visserij daar. Dan hebben ze altijd het wedstrijdje BK Brikken. Een goede ronde vanaf de buiten. Ja, daar zijn we zomaar getuigen van. Is niet prachtig. Brikken. Met zo'n stok achter in de boot. En dan probeer ik vooruit te komen. Geweldig. Nou, dit is niet de mensen. Prachtig weer. We zijn nu aanbeland op de Rozengracht. Waar ik straks misschien wel even iets te eten. IJsje of een milkshake? Ik ben er nog niet over uit. Een ijsje of een milkshake? Bij de kombuis. Eerst heen hier de Rozengracht en dan na die sluis bij de Zuiderhaven. Nou, als een sluisje doet dan, kom ik niet. Ja, milkshake gekocht. Bij de kombuis. Lekker, lekker. Kijken of ik hem bij papa en mama kan krijgen. Ik weet dat papa en mama iets verderop zitten. Dus als ik rustig dit kuikentje opvaar, opduw. Zie daar, daar in de verte zijn papa en mama. Het kuikentje zwemt eromheen. Het is niet prachtig. Ik weet niet of je het ziet op het filmpje hoor. Maar u hoort het zo piepen. Het kuikentje hoort er vast bij. En als u de naam weet, schrijf het dan even in de reacties. Want ik weet het zo 1, 2, 3 even niet. Alvast bedankt. Oh ja, zoals u merkt, heb ik er toch even een stukje aan vastgeplakt. Maar het is zo lekker weer. Dus ik denk, ik ga toch nog even een klein stukje verder. Even een stukje. Een stukje, een heel klein stukje zonder haal. Ik ben nu Noordijs ben ik nu, Noordijs. En zometeen links is de Rommelhaven. En na de Rommelhaven kan ik zeer waarschijnlijk weer iets verder, want er is weer zo'n sluisje in. Dus met het sluisje ga ik dan echt omkeren en dan ga ik echt terug. Maar het is heerlijk weer. Super, super. Kijk, hier moet ik sluiten. Hier moet ik sowieso omkeren. Ik
zou nog naar een zoutsloot kunnen gaan, maar dat doe ik niet. Bij dit sluisje keer ik. En hier ziet u trouwens ook de koel springkussen van mijn buren, van Informoor. Nou, hier gaan we keren. Hoppakee. In de rente. Vorig jaar was ik trouwens wel wat eerder met mijn eerste ritje. Mijn eerste vaartochtje. Vorig jaar was mijn eerste vaartochtje 22 april. Dus ik ben nu ietsjes later met mijn eerste vaartochtje. Het is vandaag 26 mei. En dit is mijn eerste vaartochtje van 2018. In totaal de 12 keer. Net vaar met eigen bootje. En het is super weer. Ik weer in de stripbrug door. Weer even buiken. Ja. En ook weer gelukt. We zijn weer aanbeland bij de Koningsbrug. Er ging net een bootje doorheen, dus op dit moment is de brug open. Ik denk dat hij nu alweer zakt hoor, trouwens. Ik zie geen andere boot aankomen. Ja, hij zakt ook alweer. Nou ja, ik ben laag genoeg, dus ik vast de hand onderdoor dan. Wat scheelt dan weer dan? Met een kanootje, met een kajak. Thuis. Even kijken hoe lang ik op het water ben wezen dobberen. Nou, ongeveer 2,5 uur. En ongeveer 9,3 kilometer. Nee, dat is niet te zien, hè? Nee. Nou, misschien. Moeilijk in te schatten. In ieder geval leuk dat je keek natuurlijk. En nog een hele fijne dag. En als je het leuk vond, kan je natuurlijk altijd abonneren op mijn kanaal. En natuurlijk een likeje. Dankjewel. Doei doei.